Henk Vrezer, winnen bij AZ uit in Alkmaar, is dat een, zijn dat bonuspunten voor Vitesse? Poeh, dat is wel een hele moeilijke. Nee, ik denk dat de clubs en de ploegen niet zo overdreven veel elkaar dat ze uiteenlopen. Ik denk ook dus dat het daarom net iets te veel is om te zeggen dat dat bonuspunten zouden zijn. Ik vind er wel een ploeg in zijn totaliteit die iets verder is. Maar dat is voor ons juist de uitdaging om daar in die strijd aan te gaan. En dat we daartoe in staat zijn, dat heeft met name de eerste helft tegen Ajax wel aangetoond dat we dat kunnen. Dus in principe gaan we ervoor. I'm 21 years old. I'm a Polish-American. Born in the United States, and I'm a center half. I like to play out the back. I like to be a leader, strong, communicating presence. That's about it. I like to help my team as much as possible and win games. A leader, you say, also about yourself. Yeah, and the position I think that I play demands yourself to communicate, you know, organize and lead and help your teammates out because you see the field. So, like I said, just what I try to do. And ready to play Saturday against AZ? Yeah, I'm always ready to play. If the coach calls upon me and if I'm in the starting 11, I'm always ready to play. If it's off the bench or if it's starting, I'm always ready to play and always eager to play. Geen Michael van der Werf, geblesseerd geraakt aan zijn knie, wordt geopereerd. Zijn vervanger is vrij logisch, was ook te zien op de training, de Amerikaan Matt Miazga. Nou, zo vanzelfsprekend is het niet. We hebben twee opties en dat is Ota of Miazga. We hebben met Miazga getraind omdat Otta en Kruiswijk, dat weten we wel. Miazga wilden we ook even zien in een opstelling naast Kasia. Hoe is jou dat bevallen? Ja, nou nogmaals wat ik zeg, allebei is een optie en we gaan zo meteen in overleg. Ik heb wel een idee uiteraard. Maar... Je doet het niet voor niets? Nee, ik wil het wel zien, ja, dat is duidelijk.